Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Ik denk, wat hoor ik? Dat was de vuilnisauto. Ik ben nog heel even iets voor mijn werk aan het doen. En ik had even wat problemen met bestanden opstaan, een camera en dat soort dingen. Koffiezetapparaat wil niet meedoen, dus de techniek laat het even afweten. Maar het wordt weer wordt dit weekend een stuk rustiger, want we hebben afgelopen weekend een hele hoop moeten doen. En mogen doen. Maar zo meteen ga ik met een vriendinnetje en haar zoontje even wat drinken. En vanmiddag moet ik nog even met mijn vader aan de slag. En ik wil eventjes updates opnemen. Dus een hoop activiteit. Morgen willen we naar een of andere stuiterballen iets. En zondag gaan denk ik man en zoon naar de bioscoop als cadeautje voor een vriendje van hem. Dus ja, dat is een beetje het plan. En ik neem jullie mee. Eerst even dit oplossen. Hier is ook een auto, toch? Is dat de mooiste? Nou, dat is heel gezellig. We hebben lekker best wel lang gezeten. Het is nu 12 uur. Ik heb net nog even een update opgenomen over mijn buik. Ik heb op dit moment heel erg jeuk, maar ik heb nu een zalfje. Gisteren bij de chirurg geweest en daarna nog bij de dermatoloog. Dus ik ben weer up and running, maar het was echt eventjes niet komisch. Maar goed, daarover meer in de update. En nu ga ik lekker spelen met de kids. Papa! En deze, die dat is ook onze vriend. Hoera! Hoera! Als ze een hele broek heeft, zo zou ik ze doen. Ja. Nee, dat is lekker aan het spelen. Ik kan heel goed zelf spelen. Uh-oh. Ja, het is allemaal gevallen. Ik ga even sporten. Dat ga ik doen op de badkamer. Dat is even handiger met kids. Theorie zou ik ook naar sportschool kunnen gaan, maar kost natuurlijk nog meer tijd. Dit kan ik niet meteen hand. Dus ik ga gewoon nu op de badkamer even mijn workout doen. En dan kan ik me daarna douchen en die zelf aanbrengen. Ik mis hier nog zit. Dus wordt ze nou boos op me. Schop ik er weer op ongeluk. Ik heb lekker gesport. En daarna gewoon gespeeld met de kids. Allemaal heel gezellig. Lekker gegeten. Dit is echt goed licht voor mij op dit moment. En nu gaan we lekker op de bank hangen. Ik denk dat we Game of Thrones gaan kijken. Ik denk dat we Game of Thrones gaan kijken, want het is alweer even geleden. En dat moeten we nog afkijken, dus dat gaan we denk ik doen. En morgen weer een dag. Wordt morgen 20 graden schijnt, maar dan wel met regen en zo. Maar goed, toch 20 graden. Koek. Lekker. Zijn er pannenkoeken gebakken? Zijn ze goed, Niels? Ja. Ja, oké. Goedemorgen, het is zondag. De mannen zijn naar de film. Ik ben net even lekker met Elin buiten geweest. En ze zag allemaal hondjes en daar wilde ze de hele tijd naartoe. En zo een heel klein tackeltje, of tenminste een kruising tussen een tackle en Jack Russell. Waar we een tijdje mee hebben de bal mee hebben gegooid. Vond ze heel leuk, totdat hij ging af te volsten. Daarna wilden ze, dus toen was ze uit de wagen. En daarna wilden ze eigenlijk naast de wagen blijven lopen. Dus dat was wel heel grappig, want het was eigenlijk voor het eerst. Daar wilden ze nog trappetjes op, met steentjes spelen. Dus, oh! Gaat het? En ik weet niet wat deze heeft. Wat is er, Mittens? Wat is er, Mittens? Ja. Yeah. Komt Elin aan.
De mannen zijn dus naar de bios voor Niels' beste vriend. Hij had het als cadeautje gevraagd. Naar Thomas de stoomlocomotief. Dus daar zijn ze heen. Gezellig. De poes, hè? Ja. Ja. Ja, die is leuk, hè? Ik doe ook even mijn schoenen uit, hè? Ja, je bent een kletsmajoor. Ja. Gaan we zo lekker slapen doen? Hè? Gaan we zo lekker slapen? Ja, even knuffelen. Oké, kom maar. Wij eten een bloemkoolpizza. We hebben net lekker gegeten. En nu ga ik even mijn afspoelen. Want ik ga weer even de zalf smeren. En ik heb zoiets, ik ga gewoon de eerste tijd ga ik het eventjes doen met... Dat ik het eerst goed eventjes afspoel. Niet met zeep, maar wel gewoon... Fresh base, want ik doe natuurlijk dan 's ochtends zeg maar dit ook nog op. Dus ik denk anders neemt het andere spul niet goed op of zo. Ik weet niet. Alles voor de huid. Nu haal ik meteen de make-up er maar af. Hebben jullie ook nog steeds fruitvliegjes? We hebben een soort ongoing fruitvliegjes verstaan. Dus we hebben het weer een trap gemaakt. Wie komt er altijd kijken? Ja, middens hè. Ja, moppie. Ik wilde een maskertje doen, maar ik denk dat ik dit Reviving Under Eye Mask ga doen van Simple. Even kijken hoe dat werkt. Ik ga even dit aan de kant zetten. Nou, het oogmaskertje is dat. Dat was wel lekker, maar ze zei dat je daarna kon uitsmeren, maar... Bij mij niet, dus misschien heeft mijn oog alles opgeslurpt. Ik heb ook nog even mijn salade gemaakt. Dat doe ik dan voor 2 dagen kip. En dan, dit is dan zeg maar een bakje voor 1 dag. Hier zit sla in, bietjes, paprika. En dan heb ik hier nog cashewnoten en parmezaan en dressing. En dan komt hier de kip in. En dan heb ik dus nog zo'n portie in de koelkast. Dus ja. En dat is hem ook meteen voor deze week. Ik ga de vlog afsluiten. Ik wil jullie erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog.